Alright, we staan vandaag in Kortemark waar een gloednieuwe productielijn in gebruik wordt genomen. Ze zorgen hier eigenlijk voor een toonaangevende fabriek in de toekomst van de keramische industrie. Ze gaan hier eigenlijk op zoek naar de perfecte combinatie tussen duurzaamheid, kwaliteit en esthetiek. Zo, ik sta hier bij Danny Wallaert. Danny, ik kom meteen met de deur in huis vallen. Wat maakt nu dat deze productielijn zo uniek is? Klassieke baksteenstreppen worden verzaagd van bakstenen. En men verzaagt die bakstenen in 3 stukken en het middelste gedeelte gooit men weg. De 2 buitenste stukken van 2 centimeter ongeveer zijn dan de strippen. In dit systeem maken wij eigenlijk, we persen onmiddellijk de baksteenstrip. Wat vermijdt dat wij zaagenergie nodig hebben, dat wij afval creëren, dat middelste stuk, en dat wij die basisstenen niet hoeven te transporteren. Dus een stuk gemakkelijker. Kort en krachtig, keigoed. Niet alleen de vormgeving is bijzonder, maar ook het energieconcept is uniek binnen de sector, heb ik begrepen. Ja, wij trekken hier resoluut de kaart van CO2-neutraliteit. Dus dat betekent, de oven is volledig elektrisch gestookt en die wordt gestookt met groene energie, waarvan wij zelf 25% opwekken via onze zonnepanelen. De drogerij maakt gebruik van de restwarmte die komt van de oven en dat zorgt eigenlijk dat we compleet geen nood hebben aan fossiele brandstof. We staan ondertussen tussen de robots. Nu, op verschillende vlakken zijn er nieuwe technieken gebruikt. Hè, voor de vormgeving, voor het bakken, voor het drogen. Ik neem aan dat dat terug te zien is in de eigenschappen van het eindproduct. Het resultaat zijn zeer maatvaste handvormstrippen en ook de hoekstrippen. De toleranties zijn uiterst nauw. Zowel op het gebied van lengte als van hoogte en vooral ook op het gebied van vlakte. In combinatie met de waterabsorptie zijn we eigenlijk hier grenzen aan het verleggen. Het kwaliteitsniveau dat we hier halen is eigenlijk echt nieuw voor onze sector. Zo dat steenstrippen, dat is iets dat al gebruikt wordt in de nieuwbouw en in de renovatie. Maar jullie zijn die kwaliteit eigenlijk aan het verbeteren. En is dat dan om nieuwe toepassingen te kunnen voorzien? Door het tekort aan metsers en de link met modulair en circulair bouwen, denken we dat de prefab sector in de bouw gaat groeien. En met deze maatvaste oplossing denken wij dat wij een oplossing bieden om te voldoen aan de kwaliteitseisen van de prefabsector. Het feit dat wij niet meer moeten gaan rectifiëren of kalibreren of verzagen achteraan, maakt dat onze producten gemakkelijk inzetbaar zijn in hun gebied, in hun sector. In deze productielijn wordt voor het allereerst digitaal engoberen toegepast. Wat moet ik mij daar juist bij voorstellen? Een engobe is een klei-emulsie die eigenlijk verantwoordelijk is voor de kleur van het product. Je kunt het eigenlijk een beetje gaan vergelijken zoals een inkjetprinter bij je thuis of op kantoor, waar kleine druppeltjes inkt, in dit geval engobe, worden aangebracht op het oppervlakte van een steenstrip. Het grote voordeel is, doordat we dit doen met de printer, kunnen we dat op een zo klein niveau, op een pixelniveau gaan doen, dat we daar heel mooie dingen kunnen gaan maken. Die kleur wordt aangebracht voor het bakken en wordt mee ingebakken. Dus kwalitatief zit het top. Traditioneel zouden wij gaan overgangen maken door de massa te gaan opkleuren. Dit moeten we niet meer doen. Het is namelijk juist de buitenkant die we moeten de kleur geven. Wat voor ons een heel stuk gemakkelijker is. Goed zot, kan je aan een blauw huis laten bouwen? Ja. Wat zijn dan zoal de voordelen voor een klant bijvoorbeeld? Eerst en vooral, de kwaliteit en het uitzicht zijn identiek aan hetgeen dat we al eeuwenlang gewoon zijn van te krijgen van onze bakstenen. Dat verandert niks. Maar dit procedé geeft ons het gigantische voordeel dat wij flexibiliteit krijgen in onze productieplanning. Waardoor dat wij snelheid winnen, waardoor dat wij grote omsteltijden vermijden en waardoor dat wij gemakkelijker de service voor de klant kunnen blijven behouden. Of zelfs nog verbeteren. Nu, dit procedé geeft ook het voordeel aan de designer, aan de ontwerper, om tot op een pixelniveau te gaan ontwerpen. Waardoor hij zijn creativiteit kan botvieren en prachtige nieuwe producten kan maken. Zo, we zijn bijna bij het einde. Ook de allerlaatste stap, de verpakking. Hebben jullie ook daar resoluut voor de meest duurzame oplossing gekozen? Ik denk het. De online vormgeving en vooral de maatvastheid zorgt ervoor dat we op het einde niet moeten gaan kalibreren of verzagen of rectifiëren, waardoor dat we de verpakking eigenlijk tot een minimum konden herleiden.
Dus dit is het resultaat. Twee recycleerbare straps en een pakketje strippen die samen een slang vormen. En meerdere van die pakketjes op een retourpalet, beschermd door een circulaire hoes, vormt het geheel die we naar onze klant sturen.